Vanuit heel Brabant vertrokken vanmorgen de huisartsen met de bus naar Amsterdam, zoals hier in Breda. Vanuit West-Brabant zullen het er 240 ongeveer zijn. Mijn collega's op de post die ook hun werk doen, dus ik denk dat we ruim boven de 90% zitten van de huisartsen die op enige manier deelnemen aan de manifestatie. Patiënten kunnen vandaag alleen voor spoedeisende klachten terecht bij de huisartsenpost. De bezetting is hier hetzelfde als tijdens een weekend. Bij de huisartsenpost in Etten-Leur was het vanochtend behoorlijk druk. Huisartsenpost Etten-Leur, goedendag. U spreekt met doktersassistent Jeanette. Het is behoorlijk doorwerken. Ik heb gehoord dat het aantal telefoontjes ook al veel hoger is dan normaal. Dat heb je wel vaker op feestdagen en zo. Dus we moeten stevig doorwerken. Maar dat gaat goed hier. Ik heb er wel begrip voor. Het is even vreemd dat je nu vandaag de zorg nodig hebt. Maar ik snap het wel dat ze het doen. De gezondheidszorg, daarop bezuinigen, dat vind ik eigenlijk niet goed. Dus ik begrijp de acties eigenlijk wel. Had u wel naar Amsterdam mee willen gaan als u in de gelegenheid was geweest? Ja, zeker. Zeker. Ik sta er helemaal achter. En ik vind het een goede zaak. En ik heb begrepen dat er een grote opkomst is. Dus uitstekend. En dan denk ik dat het goed is dat er een paar de zaak waarnemen hier. In Amsterdam demonstreren vandaag een kleine 8000 huisartsen. Ze zijn het niet eens met de bezuinigingen van het kabinet. Die wil fixkorten op de huisartsenzorg, wat neerkomt op zo'n 20.000 euro per praktijk. Nee, ik vind het belangrijk dat we daar met z'n allen voor opkomen. Ja. Waarom is het zo belangrijk? Nou ja, de huisartsenzorg gaat dan toch veranderen. Als je ziet dat ze al die bezuinigingen doorgaan voeren, dat is geen goede zaak. Waar zijn de spandoeken? We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Het moet een wat ingetogen manifestatie zijn, maar wel duidelijkheid geven naar de minister. Maar we gaan niet met petjes en spandoeken. Dat neemt ons niet zo gepast. Mensen die een dokter nodig hebben, kunnen nog de hele dag terecht bij de huisartsenpost in de buurt. Vanaf morgen werken de huisartsen weer normaal. Patiënten zullen dan waarschijnlijk wel rekening moeten houden met langere wachttijden.